we maar beginnen met de onvermijdelijke vraag. Hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen om niet van deze ploeg te winnen vanavond? Ja, we hadden heel veel kansen gecreëerd, maar helaas hebben we niet gescoord. Ja, maar we moeten verder. Over 2 weken spelen we daar. Moeilijke wedstrijd, dus daar moeten we winnen. Wat vond je van deze ploeg? Ja, ze spelen echt volle druk. De hele wedstrijd lang. Dus het is wel een moeilijke tegenstander. Maar je hebt vaker ruimte achter hun laatste linie. En we hadden zoveel momenten vandaag dat we konden wat beter die kansen uit te spelen. Maar ja, helaas. Je Steven Berg, wij na afloop nog even een draai om zijn oren gegeven, of niet? Want die had er wel eentje af mogen maken. Ja, maar hij heeft een heerlijke wedstrijd gespeeld. Echt respect aan hem. Ja, weer een nieuwe positie voor hem. Daniel was er niet bij. Maar ja, helaas geen goal, maar echt top gespeeld van Steven. Je staat nou een poosje vast op linksback. Ben je al een beetje gewend aan die positie inmiddels? Ja, nog steeds middenveld is mijn favoriete positie, maar ik zei al vaker, ja, waar ik speel, daar wil ik mijn best doen en een team helpen. En, ja, nog niet mijn positie, maar ja, ik kan wel daar ontwikkelen. Weet je wie de meeste balcontacten had vanavond aan de kant van PSV? Ik heb geen idee. Sadilek, 109 keer. Ja. Ja, dat is bijzonder. Hoeveel balverlies denk je dat je geleden hebt vanavond? Pooh. Ja, ik weet niet, 10 keer of zo. 41 keer. Ja. Hoge nummer. Waar ligt dat aan? Kan je moeilijk de bal kwijt of moet jij steeds een bal geven die lastig is? Nee. We hebben afgesproken dat de ruimte ligt achter hun laatste linie. Dus ik speelde vaak ballen lang op Stevie of op Cody. En die zijn niet zo lang natuurlijk. Nou, Cody wel, maar Stevie niet natuurlijk. Nee, zeker niet. Maar wat ik al zei, Stevie heeft goed gespeeld en vaak houdt die bal vast. Dit weekend AZ, wat verwacht je van die wedstrijd? Ja, weer moeilijk. AZ is een van de beste ploegen in Nederland en ook voetballende ploeg. Dus we verwachten een moeilijke wedstrijd, maar wij gaan alles geven om 3 punten te pakken. Tot slot, hoe staat het met het zelfvertrouwen? Want je staat toch een klein beetje beteuterd na dit gelijkspel. Heb je een beetje vertrouwen dat jullie doorkomen in Europa? En heb je ook nog een beetje vertrouwen in het kampioenschap van PSV? Ja, zeker weten. Ja, als je geen vertrouwen hebt, dan dan kan je morgen stoppen. Hè? Nee, wij hebben vertrouwen. En iedere wedstrijd willen winnen. Soms lukt dat niet, zoals tegen Utrecht. Maar we willen gewoon elke wedstrijd winnen.